Dit is het absolute middelpunt van de stad Leuven. Het plekje op de hoek van de Mechelse straat, Schrijnmakerstraat en de Jodenstraat wordt gemarkeerd door een gedenkplaat en een oude mijlpaal. Rond het pleintje staan nog verschillende historische gebouwen en centraal staat het standbeeld van Erasmus. De Nederlandse humanist verbleef 6 jaar in Leuven en stichtte er het Drietalencollege. Erasmus is vooral bekend om zijn boek Lof der Zotheid, een kritische kijk op de 16e eeuwse maatschappij. Als ik als tiener met mijn beste vriendin afsprak in de stad, dan zeiden we stevast, we spreken af in het midden van de stad. En dan genoten we van de rare blikken van de omstanders. Soms kregen we zelfs de vraag hoe we elkaar in hemelsnaam gingen vinden in het midden van de stad. Maar we gaven nooit meer uitleg. Het was iets voor insiders. Voor ons was er maar één echte plaats om af te spreken, aan het kleine paaltje op de hoek van de Mechelse straat, de Schrijnmakerstraat en de Jodenstraat. En wie van ons het eerste aankwam, stond gegarandeerd op één been balancerend te wachten. Het middelpunt van Leuven is voor mij, afgezien van een ideale plek om af te spreken, de bron van mijn stad. Geen groots gebouw, maar een klein, onooglijk paaltje aan alle kanten omringd door mijn fijne stad.